to the Doge. Waar de fuck vind je ook in die backup waarmee je kan backuppen? Zet bij de Osine bij backup. In. Nee, want de setting backup staat er niet, maar alleen backup sign in. Waarom ben je. Waarom ben je fucking onlogisch? Oh, nee man, backup wordt bij je bij Google Ads staan. Ja, pas maar op, dadelijk gaat die backup bij je backup plaatsen man, dan wil je. Ja, maak die backup van je backup voor minder redundantie zeker. Wat was dat voor? Okay, foutolerantie en zo, je weet zelf, tieker zelf. Gaat hij het woord nu opzoeken? Danny! Nee! Ik zou fucking WhatsApp weg! Ajay, ben je zo fucking retarded dat je niet het verschil weet tussen Google en WhatsApp web? Of ga je nou eerst nog beoordelen wanneer je getypt wordt, oh, hij zoekt iets op. Oké, dan ben je wel echt niet zo heel slim. Nee. Ja? Hoe moet ik weten of je nou typt op WhatsApp web of op Google? Nou, jongen, jij zegt, jij hoort mij typen. Jij zegt, ja, hoe zou je het opzoeken? Als je nou eens even vraagt wat ik aan het doen ben. Je hoeft niet zo triggerd te zijn, Danny. Jongen, denk je echt dat ik het meen? Dat lukt niet als mensen zo dom doen, weet je. Dan zou ik best wel minder triggerd willen zijn. Als je een typgeluid hoort en je denkt gelijk dat iemand aan googelen is, oké. Alleen dat Google de meest. Dat kan toch, of niet? Danny. Ja, maar als je nou eens eerst vraagt, logischer. Ja, maar hij moet de vraag, wat ben je aan het doen? Niet of ik aan het opzoeken was, want ik kan ook iets anders aan het doen zijn. Dat is hetzelfde! Nee, dat is niet hetzelfde! Hij vraagt het gewoon gerichter. Ik heb nu steeds minder vertrouwen met of het wel goed zal gaan met die fix van je. Als jij nou even het verschil hebt tussen iets opzoeken en WhatsApp, dan vind ik het best. Oftewel, een gesprek voeren. Je bent aan het typen, dat kan je met zoveel dingen associëren. Hij vroeg het gewoon gerecht, hoef je die best. Nee, op WhatsApp web ben je echt dom. Jongen, what the fuck, dat weet hij toch niet? Daarom vraagt hij het ook. Jongen, hij vroeg of ik aan het zoeken was, niet of ik iets aan het doen was. Nou, dat is het. Oh mijn god, Danny. Jongen, dan vraagt hij toch niet gericht? Of ben jij nog retarded? Even serieus. Jawel, hij vraagt letterlijk, ben je het aan het opzoeken? Dan kan je zeggen, nee, ik ben aan WhatsApp web aan het gebruiken. Ja, maar hij had er ook even een vraag van. Ik ben inderdaad iets aan het opzoeken. Daar kun je meerdere antwoorden op geven, Danny. Ja, maar hij kan ook vragen of ik iets aan het doen ben. Hij hoeft niet te vragen of ik iets aan het zoeken ben. Nee, dat maakt wel uit. Het maakt niet uit. Jawel, houd je maar op. Oh mijn god. Jij bent niet zo slim. Waarom? Danny. Oké, laten we een third party gebruiken. Ajay, heb ik gelijk of heb ik gelijk? Nou, maar. Eigenlijk vind ik dat Danny zwaar ongelijk heeft. Danny, bovendien. Wie noem je eigenlijk dom? Want jij bent degene die zei dat de instelling backup niet onder het onderdeel backup hoort. Dat zei ik helemaal. Ik zei dat hij niet onder de instelling backup stond. Zie je weer iets wat je niet zei? Jongen, what the fuck. Hey, dat is echt totaal niet hetzelfde. Oh. Dit lijkt mij volgens mij wel een all-F-team moment. Oké, Bo, je bent retarded, oké. Nee. Jongen. Ik kan me wel lekker retarded doen, maar jij. Ja, maar als je allemaal niet kan begrijpen wat ik allemaal tegen jou zeg, dan heeft het echt geen. Ja, maar kijk, je kan wel eigenwijs gaan lopen doen en zeggen dat je gelijk hebt, maar je hebt geen bewijs. Want, je kan het ook gewoon. Waar is het bewijs dan? Noem het bewijs. Laat het zien. Vraag het letterlijk, loop naar buiten, vraag het aan de eerste persoon die je ziet. Ik durf 100% voor 1000 euro te wedden dat die mij gewoon gelijk gaan geven, Danny. Jij wilt zelf gewoon niet inzien dat ik gelijk heb. Loop nu naar buiten en vraag het. Kijk weer of het echt gebeurt. Ja, is goed. Okay. Succes. Nee, jij mag naar buiten lopen, ik ga hier naar buiten. Hoe roep anders je moeder naar boven? Wat heeft weet het ik voor zin? Ik hoef mezelf niet te bewijzen hoor. Jij wilt per se zeggen dat ik geen gelijk heb. Dan moet jij ook met bewijs komen dat ik geen gelijk heb. Hallo. Ik zeg dat niet. Ik zeg alleen dat je misschien ongelijk hebt. Maar ja, je bent weer te eigenwijs om gelijk te geloven dat je terwijl je misschien geen gelijk hebt. Danny, ik ga een fucking feit ga ik niet. Mening. Jongen, je hebt geen bewijs, dus. Mening.
Ga dat bewijs regelen dan, alsjeblieft. Nee. Ja, je kan het geen fake als je geen bewijs hebt. Look, zoek het op, man. Oké, wat moet ik opzoeken? Zeg het maar. Laat maar, Danny, het is al goed. Nee, zeg het wel opzoeken. Ik ga je niet meer op binnen, ik heb hier geen zin. Ik heb wel genoeg energie verspild. Ja, dan moet je maar geen conclusies trekken gelijk. En gewoon eerst. Jawel, je trekt de conclusies als je gelijk hebt. Mening, conclusies, wat ga je... Oh. Nee, kijk, jij trekt de conclusie dat je gelijk hebt. Dat is de conclusie die je trekt. Maar je hebt geen bewijs. Maar jij trekt dus de conclusie dat hij ongelijk heeft. Ja, ik kan een conclusie trekken, maar het kan ook... Ja, dat wou dus ook! Ja, dat dus. Dat heet nou een mening, AJ. Oh, mijn god, jezus. Ja, je maakt dus een conclusie over je eigen mening. Danny. Ja, dat mag toch? Ik mag een mening. Ik mag een conclusie hebben over mijn eigen mening. Danny, stop. Je bent jezelf aan een dikke contradictie hier. Rustig aan, kerel. Alsjeblieft, ik blijf geen moeilijker worden. Oh ja, sorry. Je bent jezelf aan het tegenspreken. Straks gaat hij het weer opzoeken. Jongen, leer het verschil tussen zoeken en opzoeken. Nee, hij is wat zijn webband gebruikt. Ja, maar kijk, dat jij dus een retarded bent om niet te vragen gewoon wat ik aan het doen ben. Mocht hij dat het hele gezeik, Danny? Ja, maar hij vroeg gelijk, ben je iets aan het opzoeken, terwijl ik ook... Ja, maar dat is zijn. Dat is de vraag! Ja, maar hij stelde een vraag verkeerd, hij kon ook, vragen. Nee, ja, maar waarom gaat hij dan gelijk... Oké, dus wanneer jij iemand op toe kan, ga je er gelijk in. Dat vroeg jij. Ja, maar oké, dus jullie zijn zo retarded dat jullie, als jullie iemand horen typen, dat jullie er gelijk vanuit gaan dat iemand op Google hij op zoek is. Hij ging er niet vanuit, hij vroeg het. Als hij het vroeg, gaat hij er toch vanuit? What the fuck is dat voor weer voor logica? Nou, als jij iets vraagt, dan ga je er meestal vanuit. Nee, dat is het hele punt van het vragen. Je weet het niet. Ja, maar als jij vraagt, ben je iets op Google aan het opzoeken, ga je dus Google aan het opzoeken is. Oh mijn god, Danny, what the fuck waar is dit? Waar zou je alles vanuit gaan dan, als je dat zou vragen? Ik ga nergens vanuit het hele punt van de vraag stellen. Ja, maar als hij vraagt, ben je iets aan het opzoeken op Google, dan gaat hij toch vanuit dat ik iets op Google aan het opzoeken ben. Maar dan zou hij anders het woord Google gebruiken. Ja, hé, zeg het dan. Jullie zijn zo onduidelijk. Hoe bedoel je onduidelijk? Jawel. Nee, maar als hij je zegt eerst dat ik niks vraag en nu zeg je dat ik wel iets vraag. Ja, dan gaat iets mis hier. Jij vraagt, ben je iets op Google aan het opzoeken? Waarom ga je ervan uit dat ik iets op Google aan het opzoeken ben? Nee, hij vraagt het waarom, toch? Waarom maak je er überhaupt een heel probleem van? Je weet toch wat ik bedoel? Ja, maar waarom vraag je dan niet gewoon wat je aan het doen bent? Waarom moet je... Dat vroeg hij. Ja, dan gaat hij dus vanuit dat ik iets op Google aan het doen ben. Oké, maar Danny. Nee, wacht. Waarom doet hij het woord Google dan, deze vraag? Dat hij wil weten of je aan het doen was. Hij vroeg niet, ben je... Ja, maar hoe komt hij op Google dan? Laat maar. Nee. Als ik iets verkeerd zou vragen, waarom zou je dan... Dat zeg ik niet. Laat hem eerst uitpraten, ja? Oké. Als ik iets verkeerd zou vragen, waarom zou je dan zo triggered zijn, terwijl je wel weet wat ik bedoel? Ja, maar ik zeg ook niet dat je iets verkeerd vraagt. Ik werd alleen triggerd door het feit dat je dan denkt uit water dat ik op Google iets aan het doen ben. Waarom verwerkt hij er in zijn vraag, ben je iets op Google aan het opzoeken? Waarom het woord Google en waarom niet iets anders? Waarom Google? Oké, Bing ook goed. Als je had gevraagd, ben je aan het WhatsApp web aan het gebruiken, dan is dat toch ook niet, dan gaat hij er toch ook niet vanuit dat je het gebruikt. Dan kan je net zo goed iets aan het opzoeken zijn. Dat is toch het hele punt van een vraag stellen nu, Danny? Ben ik nou gek? Maar dan Google, maar dan niet Yahoo, maar dan niet gewoon vragen wat ben je aan het doen? Hoe is het? Danny, ben je aan het Google? Op het toetsenbord, dat maakt helemaal niet uit. Ja, dan kun je toch niet bij elk toetsenbord gelijk vragen. Oh mijn god.
Danny, stop. Serieus. Stop het. Why? Danny! Oh. Ik ga eerst eruit, Simon is er. Oh, god. Oké, ja, dit was een heel... dood gesprek. Gewoon... Ik ben er heel... niet zo lang verloren dat ik er aan heb gekregen. Dit gesprek was gewoon heel onduidelijk. Weet je wat, vergeet het hele onderwerp gewoon niks. Dat kan ik nou niet meer. Nou ineens wel, hè? Nou ineens wel. Ik ben hier bang om ongelijk te hebben. Ik ben hier bang om ongelijk te hebben, ik snap het hele onderwerp alleen. Ja, je zou het toch bewijzen? Hier, nee. heb je vierde persoon. Hallo. Hallo. Nee, toch stil, Danny? Ja, jij bent stil, dus dan ben ik ook stil, weet je. Iedereen is stil. Ik ga eventjes pissen. Ik moet heel eventjes alle stress kwijt hier. Oké. Doe maar. Die rijdt weg. Wat is er gebeurd dan? Heel onduidelijk gesprek. Nou. Met. Nou, we gaan niks zeggen. Ja, het was een misverstand. Waardoor een hele discussie kwam. Als jij ervan uitgaat dat ik iets op Google aan het doen ben. Oh, gelijk. Je kon ook iets in het algemeen vragen. Wat dan? Zoek je iets op? Komt toch op hetzelfde neer? Ja, waarom moet je dan speciaal Google? Waarom moet je hoe of Bing of op Windows iets opzoeken zijn? Waarom Google? Fuck maakt dat nou weer iets uit? Of je nou iets op Bing zoekt, Google, Ecosia, Yahoo, MyDuck, DuckDuckGo, weet ik veel, woordenboek, encyclopedie, Vandalen. Wat maakt dat uit? Je zoekt toch iets op? Waar gaat het over? Ja, over dat wat ben je iets aan het opzoeken op Google? Maar waarom niet gewoon op Windows iets aan het opzoeken? Waarom niet... Waarom op Google? Ik vroeg gewoon aan Danny of hij iets aan het opzoeken was. En hij raakte helemaal getriggerd omdat ik per se het woord Google gebruikte. Nee, ik raakte niet triggerd. Ik vroeg alleen waarom je het woord Google noemde. Ja, maar waarom maak je nou een hele discussie erover? Waar gaat het over? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Waar gaat het over, Danny? Vergeet het hele onderwerp, oké? Okay? Wist je dat het woord googlen een officieel woord is? No shit. Kom je daar vandaag pas achter of... Serieus? Dat is toch... Serieus, dat is toch het woord? Wat maakt het... Googlen betekent toch ook gewoon opzoeken? Het is toch een acroniem? Wat maakt het dan uit? Ja, nee, dat is googlen. Ja, googlen is dat niet op Google opzoekt. Bing gebruiken. Nee, dat programmeren neuken. Googlen is dat je door Google opzoekt. Danny, ben je aan het mieren neuken? Jongen, als je baas aan je vraagt of je zo'n Windows wil opzoeken en hij zegt tegen je... Kun je dat even googlen? Dan is het toch geen googlen? Nou, Google is nee, natuurlijk ga je niet googlen. Je kan toch ook niet zeggen, ga je auto rijden op de fiets? Nee. Danny, wat zeg je nou? Hij zegt tegen mij, je baas gaat toch ook niet aan jou vragen, ja, kan je dit googlen op Windows? Met als in Windows search. Nee, want hij gebruikt sowieso Linux. Waarom Linux? Oh nee, begin eens even kan je te lijken. Nee, een grapje, macOS. Oké, AJ, kill yourself, please. Geen macOS. Kill yourself. Why macOS? Don't. Gewoon Microsoft. Well, why not use het woord googlen? Nou, Windows is ook niet meer leuk. Met al je data wordt verkocht, maar je betaalt nog wel gewoon voor Windows. In principe. Ja, maar het is beter... Hij viel weg. Bij jullie ook? Ja, welkom in onze wereld. Yeah. Ja, gebeurt zo vaak, joh. Gewoon ja zeggen. Gewoon ja zeggen. Het zal wel altijd goed zijn. Ja. Oké. Okay. Hij, dus. hij denkt ook dat... Ja, laat maar. Oh. Oké. Okay. Hij denkt namelijk niet. Een potje doen. Ik denk meer dan jou, Bo, dus... Laten we dat even... Ja, als jij met mij een 15 minuten langdurend gesprek over... over het feit dat het vragen van... Nou. Ben je aan het googelen? Ja, maar het hele punt is... Dat een gesprek denk je na. Dus dan denk je wel, weet je. Ja, ik denk na wat je moet zeggen. Dat betekent, een goed dat punt. Betekent niet dat hij... Hoe kun je een gesprek voeren zonder na te denken? Dat is onmogelijk. Dat is gewoon... Waar gaat het over? Jullie mega-autisten. Nou, geloof me, het kan nog autistisch zijn. Toch, Danny, hè? Ja, toch, hè?
Meneertje, is lekker geen zoogdier. Wat? Een potje doen. Ja, is goed, man. Oh, is goed.